Hier in Nederland lopen vermoedelijk honderden mensen rond met informatie over onopgeloste moordzaken. Dit jaar gaan we samen met de politie extra moeite doen om tientallen van die vaak hele schrijnende cold cases op te gaan lossen. Te beginnen vanavond met een moord uit 2002 op deze man, Martien van der Meijs uit Hilversum. Hij deed geen vlieg kwaad, maar toch werd meneer van der Meijs doodgestoken terwijl hij zijn hondje uitliet. 20.000 euro beloning is er en vanavond nieuwe informatie over de mogelijke dader. Wie geeft jou het recht iemands leven zomaar te nemen? Wat is jouw reden? Ik kan geen reden bedenken waarom jij dit gedaan hebt. Ik wil er ook geen reden voor bedenken, want dat is zinloos. Net zo zinloos als die daad waarmee jij mijn vader zijn leven afnam en die jou maakte tot een moordenaar. Nou, deze brief heb ik 15 jaar geleden geschreven en ik voel het nog steeds zo. Al sinds 2002 kunnen zijn kinderen en andere nabestaanden het niet loslaten. Waarom werd Martien van der Meijs doodgestoken toen hij op een gewone dinsdagavond zijn hondje uitliet? Terug naar Hilversum, begin 2002. Voor bewoners van de Admiraal de Ruiterlaan is het een vertrouwd gezicht. Een paar keer per dag wandelt de 72-jarige Martien van der Meijs door de buurt. Zoals altijd onafscheidelijk met zijn hondje Banjer. Mijn vader was heel rustig, dus die zei niet zo heel veel. En mijn moeder en ik zaten natuurlijk altijd te kwekken. En hij zat er altijd heel rustig bij, want hij was gewoon stil van zichzelf. Sinds een paar jaar woont meneer van der Meijs met zijn vrouw Riet in een flat aan de Admiraal de Ruiterlaan. Op de begane grond in het appartement rechts naast de toegangsdeur. Ze hebben drie kinderen, een dochter en twee zoons. En inmiddels zijn ze ook de trotse opa en oma van 7 kleinkinderen. Tot aan zijn pensioen werkt meneer van der Meijs in Hilversum, in zijn eigen bakkerij. Ik heb een hele fijne jeugd gehad in die bakkerij. Als het kerstmis is, dan hielpen we ook met kerststollen inpakken. En toen hij later de zaak niet meer had, kwam hij naar mijn huis en dan gingen we vaak samen een cake bakken of zo voor kerstmis. De laatste jaren staan vooral in het teken van de zorg voor zijn vrouw, die ernstig ziek is. Hij was naar mijn moeder toe heel beschermend. Hij verwende haar heel erg, dus hij probeerde haar zoveel mogelijk alles uit handen te halen. Hij was ontzettend lief voor mijn moeder. En dat had hij ook naar ons toe, naar het gezin. De Admiraal de Ruiterlaan, waar de twee wonen, ligt in de Hilversumse Zeeheldenbuurt. Een rustige buurt met veel flats vlakbij de Kolhoornse Hei. Maar de buurt is alert sinds een aantal incidenten eind 2001 en begin 2002. Er is overlast van junks en er zijn inbrekers en autodieven actief. Het zorgt ervoor dat meneer van der Meijs tijdens zijn wandeling met Banjer extra oplet. Mijn vader had een rechtvaardigheidsgevoel. Als er dingen gebeurden om hem heen die niet klopt of zo, of dat hij vond dat er onrecht gedaan was, dan uitte hij zich wel. Ondanks het feit dat het geen makkelijke praten was, kon het er soms wel wat onbeholpen uitkomen, maar hij uitte zich wel. Dinsdagavond, 29 januari 2002. Een doorsneeavond voor Martien en Riet. Op televisie gaat het vooral over het huwelijk van Willem-Alexander en Maxima, dat een paar dagen later voltrokken zal worden. Later die avond spelen de twee een potje Scrabble. Nee. Het is niet ongebruikelijk dat ze tot na middernacht wakker blijven. Pas dan laat Martien voor het laatst de hond uit. Banjer, kom maar. Mijn vader heeft dus gezegd dat zij, als er 's nachts aangebeld zou worden terwijl hij de hond uitliet, dat ze dan de deur niet moest opendoen. En omdat hij zelf een sleutel in zijn zak had. Rond 12:30 loopt hij zoals altijd in de richting van de hei. Halverwege de Admiraal de Ruiterlaan keert hij om terug te gaan richting huis. Het is dan 12:50. Het moment ook voordat hij de deur uitstapte, de nacht dat hij stierf, toen hadden ze nog een soort kwinkslagje samen, dat mijn moeder tegen de hond zei, dag lieverd, en dat mijn vader haar aankeek en zei, maar ben ik dan geen lieverd? Dus, en toen volgde een kusje en achteraf heeft mijn moeder dat wel heel gek gevonden, dat er een kusje was. Want normaal, als hij haar hond ging uitlaten, was dat niet zo. Dus het was de afscheidszoen eigenlijk.
Meneer Van der Meijs liep hier door de middenberm op nog geen 20 meter afstand van zijn huis. Het is nog steeds niet precies duidelijk wat er is gebeurd. Heeft hij iets gezien of iets gehoord? Hoe dan ook, een gedeelte van de gebeurtenissen wordt gefilmd door een bewakingscamera van een winkel hier schuin tegenover. Het is moeilijk te zien. Linksboven in beeld. De witte stip is hondje Banjer. Meneer Van der Meijs loopt in de buurt. Dan verschijnt een man in lichtkleurige broek in beeld. Rond dat moment moet Martien in zijn rug zijn gestoken. Ondanks de steekwond in zijn rug kan hij nog net naar de ingang van de flat strompelen. Hij is zwaar gewond en ademt moeilijk. Help! Help! Het lukt hem nog om aan te bellen. Hallo? Maar zijn vrouw herkent zijn stem niet en denkt dat er een vreemde voor de deur staat. Juist iemand waarvoor haar man haar heeft gewaarschuwd. Ze besluit hem niet open te doen. Kort daarna komt een buurman af op het hulpgeroep van Martien. Die verliest vrijwel meteen erna het bewustzijn. Hallo, met politie. Er is iemand in de politiek. Ja, u bent nu bij die persoon? Ja, heel hoop bloed. Ja. Ziet u daar verder nog dingen bij? Ja, heel hoop bloed. Die heeft ernstig gewond. Ja, nou, de ambulance. Hij beweegt het niet trouwens. In het ziekenhuis blijkt zijn aorta geraakt. Meneer Van der Meijs is niet meer te redden. Hij overlijdt zonder iemand te hebben kunnen vertellen wat er is gebeurd. En mijn moeder is tot aan haar dood, dat was 4,5 maanden na, is achtervolgd door het feit dat ze zich heel erg schuldig voelde. Omdat zij, het eerste wat ze ook over mijn vaders dood tegen mij zei was, ik heb hem op de stoep laten liggen. En dat, ja, dat deed heel erg veel pijn. Meneer Veerman, het onderzoek is in volle gang. Heeft u al zicht op een motief? Waarom? Nee. In 2002 zet de politie direct alles op alles om de dader snel te vinden. Maar ondanks verschillende tips zit de gouden tip er helaas niet bij. Nog altijd is het een mysterie wat er dat fatale moment gebeurde. Martien van der Meijs, een tengere man van 72 die zijn hondje uitliet, lijkt die avond toevallig net de verkeerde tegen het lijf te zijn gelopen. In bijna 90% van de moordonderzoeken die snel tot resultaat leiden, bleken slachtoffer en dader elkaar te kennen. Maar van opgeloste cold cases weten we dat in slechts 44% een relatie tussen dader en slachtoffer is. Dit betekent dus dat er in het geval van cold cases in meer dan de helft van de gevallen geen link bestaat tussen het slachtoffer en de dader. En dat maakt het voor ons ontzettend moeilijk te weten in welke richting we naar de dader moeten zoeken. Dat lijkt dus ook het geval bij de zaak van meneer Van der Meijs. Recherchekundige Evelien Aangeenbrug deed samen met een collega voor de Nationale Politie afgelopen jaar onderzoek naar 48 opgeloste cold cases. Veel cold cases konden worden opgelost op basis van een match in de DNA-databank. Nou, wellicht het bekendste voorbeeld hiervan is de zaak Marianne Vaatstra. Marianne die fietste in 1999 alleen naar huis. Zij was echt op het verkeerde moment op de verkeerde plek. Zij kwam per toeval haar moordenaar tegen. Uiteindelijk zorgt een groot DNA-verwantschapsonderzoek er 13 jaar later voor dat de moordenaar van Marianne alsnog wordt gevonden. En ook vroeging bij de dader zelf kan een zaak oplossen. Afgelopen november stapte een van de verdachten in de postbankmoord zelf naar de politie. Maar in het geval van de dood van meneer Van der Meijs is er dus vooralsnog geen DNA-match of een dader die zich heeft gemeld uit vroeging. En zo zijn er in Nederland nog zo'n 1500 niet opgeloste ernstige misdrijven, die cold cases. Vaak moorden op volkomen onschuldige slachtoffers, zoals Martien Van der Meijs. Nou, deze week start de politie een grote campagne om meer van die cold cases te gaan oplossen, want het kan echt. Daarvoor zet de politie een nieuw middel in. Een kalender met 52 schrijnende onopgeloste moorden die vanaf deze week wordt uitgedeeld in Nederlandse gevangenissen. Op iedere pagina aandacht voor één moord, elk met een beloning voor de gouden tip. Doel van de kalender? Als er één ding duidelijk is geworden uit onderzoek naar cold cases, is het wel dat daders met anderen praten over wat ze hebben gedaan. In ruim 40% van die cold cases spreekt de politie later getuigen die wisten wie de dader van het levensdelict was. Nou, het merendeel van die getuigen is notabene door de dader zelf hierover op de hoogte gebracht. Als je dat getal afzet tegenover het aantal moordzaken dat op dit moment nog onopgelost op de plank ligt, houdt dat in dat er op dit moment nog honderden mensen moeten rondlopen die wellicht cruciale informatie hebben
over die moordzaken. Hoe belangrijk het is dat een getuige naar de politie stapt, blijkt in de zaak van Marcel Kretser, die in 1995 voor een Hilversums café werd doodgeslagen. Na 17 jaar stapt een ex-vriendinnetje van een van de daders naar de politie en wordt de zaak eindelijk opgelost. En ook de Bosbergmoord krijgt zo'n ontknoping. In 2002 wordt op een parkeerplaats bij Hilversum Les Strijder in elkaar geslagen. Hij overlijdt kort daarna aan een hartstilstand. Na een cruciale anonieme tip uit de omgeving van de daders volgen in 2015 aanhoudingen. Ik kan me ook voorstellen dat getuigen zich niet durven te melden, omdat ze bijvoorbeeld bang zijn voor represailles. Ik wil die getuigen vragen in hun overwegingen de belangen van de nabestaanden mee te nemen. Zoals ook de nabestaanden van Martien van der Meijs al bijna 15 jaar op antwoorden wachten. Het is zo bizar dat iemand die overdag een boek ophaalt bij de drukkerij, omdat hij 40 jaar getrouwd is en een toekomst voor zich ziet, de straat oploopt met zijn hond. En vervolgens er, nou ja, misschien na een kwartier of nog eerder niet meer is. Ja, en al bijna 15 jaar lang dus weten de nabestaanden van Martien van der Meijs niet wie er verantwoordelijk is voor zijn dood. Meneer Jens, we hoorden het al uit onderzoek. Blijkt dus dat daders regelmatig praten met anderen over wat ze hebben gedaan. En dat lijkt ook in dit geval te zijn gebeurd. Ja, want we hebben zeer recent informatie binnengekregen over een mogelijke dader. Martien van der Meijs die zou door een Marokkaanse meneer die in 2002 in Hilversum woonde, zou die zijn doodgestoken. Dat heeft die meneer tegen een vriend zeg maar, opgebiecht. En hij heeft ook tegen die vriend gezegd ja, dat hij er best wel spijt van had. Dit is echt nieuw. Die informatie is recent bij u terechtgekomen. U weet niet of het klopt en u weet dus ook niet wie die man is. Nee, maar het is wel voor het eerst in 15 jaar dat we zulke concrete informatie bij ons binnenkomt. Dus we nemen het echt wel zeer serieus. Het is ook zo dat het mogelijk zo is dat die Marokkaanse meneer niet meer in Hilversum woont. Die zou nu buiten Hilversum wonen, in een dorpje zeg maar, dichtbij Hilversum. Dus ja, dat is wat nu zeg maar aan de hand is. Uiteraard hopen wij natuurlijk dat die meneer of die vriend zich meldt bij ons, zodat hij kan vertellen wat er nou precies die avond daar is gebeurd. Of dat er momenteel andere mensen zijn, ja, die informatie hebben of die nu zeggen, hey, als ik dit hoor herken ik deze man wel, of destijds niks tegen ons hebben willen zeggen, maar nu eventueel wel. Laten we toch ook even teruggaan naar de moord zelf. Meneer van der Meijs is in zijn rug gestoken en het lijkt alsof dat allemaal heel snel is gegaan. Ja, en we hebben een aantal jaren geleden dat beeldmateriaal proberen te laten opwaarderen in Canada notabene. Maar ja, het beeld is toch niet echt zo dat je er iemand uit kunt herkennen. Het beeldmateriaal is van een winkelcentrum tegenover het appartementencomplex waar de familie van der Meijs woonde. En wat je erop kunt zien is dat zeg maar linksbovenin zie je dan de vermoedelijke dader. Hij draagt een lichtkleurige broek, althans zo lijkt het. Hij komt even in beeld en een paar tellen later zien we hem nogmaals in beeld. Ja, en daarna maakt hij zich heel snel uit de voeten. En mogelijk is dit dus die Marokkaanse meneer uit die informatie die we binnen hebben gekregen. En wat is dan nu eigenlijk het meest voor de hand liggende scenario van wat daar is gebeurd? Nou, in 2001 en 2002 werden er best wel veel diefstallen en inbraken gepleegd. Ze hadden ook wel last van junks in die periode daar. En dat was ook in die zeer helder buurt waar Martien van der Meijs woonde. Dus ja, we hebben alles onderzocht. En we denken het meest van de hand liggende scenario is wel dat meneer van der Meijs daar s'avonds gelopen heeft in de nacht van 29 op 30 januari zijn hondje uitgelaten heeft, daar wellicht iets gezien heeft wat hij niet had mogen zien. Ja, en daar misschien nog zelf wel een opmerking over heeft gemaakt. Ja, en toen is hij daar neergestoken. U heeft de afgelopen jaren al wel gekeken naar veel plegers daar in de omgeving. Ja, dat hebben we zeker gedaan. En uiteindelijk hebben we alles geprobeerd in kaart te brengen. En we hebben ook gekeken, ja, wie waren er verantwoordelijk voor inderdaad die inbraken en die diefstallen. Maar helaas is daar geen verdachte naar voren gekomen. En wat de boel nog extra ingewikkeld maakt, is dat blijkbaar niemand getuige daarvan is geweest. Ja, nu vanavond is er dus dat nieuwe aanknopingspunt. De dader is mogelijk een Marokkaanse man die destijds in Hilversum woonde, nu in een dorpje in de omgeving. Kijkt u nu zelf, bent u die man? Klopt het verhaal? Zet alsjeblieft die stap. Vertel wat er is gebeurd. Nou, zeker als je spijt hebt, moet dit heel zwaar zijn. En natuurlijk ook als je die vriend bent bij wie deze man zijn hart heeft gelucht. Praat alsjeblieft. En meneer Jens, misschien zijn er dus ook wel meer mensen die best iets weten. Nou ja, onze hoop is dat de mensen rondlopen in ieder geval zich vermoeden hebben wie uiteindelijk verantwoordelijk is voor de dood van meneer van der Meijs. En het hoeft niet zo te zijn dat de dader zeg maar, echt heeft verteld exact hoe het allemaal gebeurd is. Maar het kan wel zo zijn dat iemand zich vreemd gedragen heeft of zich maar niet helemaal op zijn gemak gevoeld heeft als er over die moord gesproken werd. Nou kan ik me best voorstellen dat het een drempel is. Stel nou dat je al langer iets van deze zaak wist.
Kom je dan in het probleem als je nu pas iets vertelt? Nee hoor, ik kan me wel voorstellen dat u de vraag stelt, maar daar hoeven mensen echt geen zorgen over te maken. Het is namelijk niet strafbaar als je iets van iemand gehoord hebt over een moord. Dat kun je echt wel delen met de politie. Nou, voel je niet helemaal safe bij, ja, dan zeg je, dan kun je altijd toch anoniem je informatie aan ons doorgeven. Wij hopen echt dat mensen realiseren hoe belangrijk het is voor nabestaanden om te weten wat er nou precies op die bewuste avond allemaal is gebeurd. Ja, en wij hopen natuurlijk uiteindelijk dat de mensen gaan pakken die voor verantwoordelijk zijn. Lijkt me dat het een enorme opluchting moet zijn als je eindelijk dat grote geheim kunt delen. De moord op meneer Martien van der Meijs staat dus ook op die kalender met 52 cold cases die vanaf deze week zichtbaar zijn op politie.nl. En ook wordt uitgedeeld in gevangenissen. En ook hier in Opsporing verzocht de komende tijd vaker aandacht voor zulke cold cases. Maar vanavond draait het om die zaak van meneer van der Meijs. Er ligt nog altijd een beloning klaar van 20.000 euro voor de gouden tip.